goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Ministerie van Financiën en Planning tekent leningsovereenkomst met IDB. Suriname gastheer Nieuwbouw Energy Forum. Parlementariër Dijksteel presenteert indicatoren van gokverslaving. En president Santokki heeft onderhoud met politiebond. De Vice President for Countries, Richard Martinez, van de Inter-American Development Bank, IDB, is voor een werkbezoek in Suriname. Op donderdag 10 november heeft de functionaris enkele oriëntatiebezoeken gebracht aan projecten die gefinancierd worden door de IDB. Martinez heeft op vrijdag 11 november namens de IDB twee leningen getekend met het ministerie van Financiën en Planning. Toen wij starten met onze regering en toen wij in onderhandeling traden met IMF over ons IMF-programma, was er een andere realiteit. Er was geen oorlog in Oekraïne. Er was geen zware importinflatie. Er waren geen hele hoge prijzen van olie, gas en voedsel. Dat is erbij gekomen. En als wij vinden namelijk dat er een nieuwe realiteit is ontstaan, een nieuwe realiteit, dan moeten we ons programma gaan aanpassen. Dat is wat ik gepresenteerd heb in het parlement in mijn jaarrede. Ombuigen. Nationaal, qua beleid en prioriteiten. Maar ook internationaal naar IMF en IDB en World Bank. Aanpassen. Waar we één aspect de rode draad is. En die ga ik als president niet loslaten. Namelijk sociale programma's voor de samenleving. Armoede aanpak, creëren van werkgelegenheid. Dat moet de komende dagen, weken, maanden nummer 1 op de agenda staan. En dat zal ook zo blijven. Totdat er verlichting gekomen is in de samenleving. Budgetsteun, en dat moet nog gedefinieerd worden. Hoe die verschillende bedragen gaan in die budgetsteun. Maar ik kan u een garantie wel geven. Het grootste deel van het geld gaat naar sociale programma's. Samenleving heeft ademruimte nodig. Samenleving heeft offers gebracht. Samenleving. Tai harabere. It's time to give back. Het is tijd om terug te geven aan de samenleving. En dat gaan we doen. En u ziet, we zijn aan de ene kant gestart met ons public sector reform. De verplichte registratie is al eruit voor alle ambtenaren. Ga registreren. Wie ben je, waar werk je, wat zijn je competenties? Hoeveel zitten op kantoor, hoeveel zitten thuis? Hoeveel zitten in het buitenland? Dan krijg je goede inventarisatie. Wie ze zijn en wat ze zijn. En dan kan je een besluit nemen op basis van een nieuwe overheidsadministratie wat je wenst. Een lean government. Een professional government, dan kan je zien namelijk wat overblijft met welke competenties. En die groep moet getraind worden om te brengen naar andere sectoren. En dan komt die 10 miljoen op tijd aan. Om de mensen te trainen voor de nieuwe opportunities die gaan ontstaan. Naar heel wat sectoren die als kansen voor ons staan. Want inderdaad, ja, die oorlog in Oekraïne heeft bedreigingen. Maar voor onze landen heeft het kansen. Jij moet gaan investeren in die food security. Jij moet die food industry hier brengen. Je moet voedselproductie hier brengen. En dat is wat we doen. Door een belangrijk deel van restant verdragsmiddelen te allokeren voor productie en agrarische sector. Dat is wat we doen door meer dan 200.000 hectare land
als regering goedkeuren ter beschikking te stellen voor investeerders in die agribusiness. Dat is wat we gedaan hebben. Nu moeten de investeerders komen. Dat is wat we nu doen door een modern laboratorium op te zetten voor export van onze agrarische productie naar buiten. Want als je geen laboratorium hebt, dan kan je niet onderzoeken en vaststellen of jouw producten wel voldoen aan die food safety. Dus je moet die normen hebben om jouw producten op de Europese en Amerikaanse markt te krijgen. Ook dat wordt uitgevoerd en uiteraard komt dan deze ondertekening op tijd. Voor zowel armoedebestrijding, zowel budgetsteun, de projecten die gaande zijn. Met IMF zijn we nog bezig. Hopelijk dat we begin volgend jaar al overeenstemming hebben met IMF, waar er ook die overmaking van het IMF kan plaatsvinden. En uit die overmaking ook een deel kunnen gebruiken voor budgetsteun, met name armoedebestrijding. Suriname is op 29 november, 30 november en 1 december gastheer van de Regional and Suriname Renewable Energy Forum. Bij deze activiteit zal de focus gelegd worden op verbetering van de elektriciteitssector, planning in Suriname en de regio. De communicatiedienst Suriname had in dit kader een gesprek met Dave Abeleven van de Energieautoriteit Suriname en Orlando Ollenberg van de Suriname Energy Chamber. Suriname Renewable Energy Forum. Dat is de eerste keer dat we eigenlijk, zeker voor 2022, maar ook als je kijkt in de afgelopen jaren naar conferenties die hierover, die dit als onderwerp hebben gehad in Suriname. De laatste keer was in 2017, was er een conferentie dat was georganiseerd door de universiteit toen de tijd. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen, internationaal, regionaal, zeker als op het gebied van renewable energy, is het toch ook wel belangrijk dat wij in Suriname, niet alleen in de regio, maar zeker ook in Suriname, meer aandacht gaan besteden aan renewable energy. We weten dat onze sector, zeker de elektriciteitsopwekking, deels ook gebaseerd is op renewable, namelijk hydro. Maar als we kijken naar andere aspecten van renewable energy, zoals solar, maar ook andere opties, wellicht in de toekomst wind, waterstof, etc., dat die zaken nog niet zoveel aandacht krijgen. En met dit forum willen we toch wel dat daarop focussen en natuurlijk de nodige aandacht daarvoor geven. Het heeft te maken met de Energy Month. De CARICOM heeft jaarlijks, al geruime tijd, houdt de CARICOM de Energy Month eigenlijk om mensen bewust te maken hoe belangrijk energie is, hoe belangrijk elektriciteit is en hoe belangrijk het is dat wij bewust zijn dat dat een belangrijk onderdeel vormt van ons dagelijks leven. Aan de andere kant hebben wij vanuit Suriname de noodzaak gezien dat wij niet langer kunnen wachten op, laat me zeggen, om initiatieven te nemen waarbij de private en publieke sector bij elkaar komt. Dus wij hebben gedacht, het is een mooie periode, we maken er gebruik van om iedereen bij elkaar te brengen, zodat wij kunnen kijken naar de zaken die goed lopen, maar ook kunnen kijken naar de zaken die als een obstakel zijn. Soms is het finance, op een aantal gebieden merken we dat wij nog niet helemaal op de plaats zijn. En dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben. We zeggen, zeker voor Suriname is een en-en situatie zeker mogelijk. Ik snap het, olie en gas heeft veel aandacht. Maar ja, we moeten ook realistisch zijn dat zich zeker pas gaat materialiseren in 5, 6, 7 jaren. In de tussentijd, wat doe je? Orlando heeft het eerder ook al aangegeven. Naarmate de vraag naar elektriciteit toeneemt en je haalt niet meer uit je dam dan wat je nu eruit haalt,
Waar ga je die extra energie vandaan halen in de tussentijd? We hebben een commitment als land gemaakt dat we die renewable, dat renewable deel dat we nu hebben, tenminste proberen te behouden. En dat is het beste om toch ook meer te gaan kijken naar, oké, welke andere aanvullende renewable resources zijn er? Solar hebben we eerder genoemd, dat nu niet eens 2% is. Dat we dat verder gewoon stimuleren, verder ontwikkelen. Maar er zijn ook zaken op het gebied van afvalverwerking tot energie, biomass, noem maar op. Er zijn verschillende mogelijkheden. En daar moeten we zeker toch meer aandacht ook aan besteden. Immers weten we ook dat olie en gas ook eindig is. Het is niet renewable. Er is een gezegde, hè? The future is for those who prepare for it. En wij moeten ons voorbereiden op onze toekomst. En wij praten over transitie, maar transitie komt niet uit zichzelf. Je gaat een duidelijke, wat wij noemen, roadmap moeten uitzetten, zo zeggen wij het. We hebben gemerkt dat zonne-energie heel veel mogelijkheden heeft. Dave heeft het al gezegd, rond de 1-2%, dat is ongeveer 5 tot 10 megawatt maximaal, hebben wij hier geïmplementeerd in Suriname, geïnstalleerd vermogen. Dat is ons goudbedrijf heeft 5 megawatt geïnstalleerd in de tijd, dat is IM Gold. En hier en daar heeft de overheid kleine eilandjes opgezet wat betreft hernieuwbare zonne-energie. Maar er is veel meer mogelijkheden in Paramaribo. We hebben zoveel daken. Er is veel meer mogelijkheden ook in de districten. Oké, we hebben in Nikeri 2 megawatt opgezet. Maar er is mogelijkheid. Maar we moeten zorgen dat de financiën aanwezig zijn. We moeten zorgen dat ook de wetgeving waar nodig aangepast kan worden. Zodat wij ook die vergroening die we willen kunnen gaan faciliteren. Toename van bettingkantoren en ook geldverduistering. Bij deze ondernemingen zijn enkele indicatoren van gokverslaving binnen de Surinaamse gemeenschap. Parlementariër Cheryl Dijksteel zegt dat gokverslaving anders is dan een alcohol- en nicotineverslaving. Het is een functionele verslaving die te wijten is aan een stoornis van het beloningssysteem in de hersenen. Dijksteel maakt het parlement op donderdag 10 november middels een presentatie deelgenoot van de indicatoren. Er is geëist dat gokverslaving evidence-based aangetoond moet worden. En het lid, Afyan Khoi, is daar even over gegaan. En heeft aangegeven dat daar een taak is voor de gaming board. Ik denk dat er genoeg observaties zijn in onze samenleving, zo'n kleine samenleving. We zijn een kleinschalige gemeenschap. En we hebben heel vaak ongestructureerde observaties gehad en hebben gezien dat er een toename is van niet alleen maar bettingkantoren die je in de buurt ziet, maar ook melding van verduistering. Let wel, het plaatsen van zoveel bettingkantoren, de toegang tot zoveel bettingkantoren, ik zei al, ik focus me vooral op het kansspelen, dat heeft een trend teweeggebracht. En die trend hebben we gezien en die zorg hebben wij geuit in de Nationale Assemblee. Ik weet zeker dat 50% van onze DNA-leden, minimaal 50%, minimaal één keer iemand bij zich heeft gehad die of geld vraagt om een schuld te betalen omdat er is gegokt, of geld vraagt om te gaan gokken. We hebben hier DNA-leden uit alle districten. Wat we ook hebben gezien, voorzitter, indicatoren die aangeven dat er een gokverslaving is binnen onze gemeenschap. We hebben gezien dat er sporadisch, de afgelopen jaren, eerst sporadisch werd gemeld, meldingen van verduistering. Dat het frequent, dat het eerst regelmatig is geworden. En daarna hebben we gezien dat het frequent wordt. Let wel, een ander woord voor frequent is vaak. En we hebben ook gezien dat de grootte van de bedragen, hè, de mate van de bedragen, dat in volume is toegenomen.
Laat mij vanuit mijn stokpaardje, ik kijk naar het lid Mohabali, u aangeven waarom ik kan aantonen dat wij een probleem hebben met gokverslaving zonder dat er daadwerkelijk of zeg maar scherpe data over gokverslaving bestaat. De sociale determinanten van gezondheid. U kunt sneller lezen dan ik praat, dus u ziet daar dat de sociale determinanten van gezondheid zijn de omstandigheden waarin mensen worden geboren, groeien, werken, leven en ouder worden, naar school gaan enzovoorts. En de bredere reeks van krachten in systemen die de omstandigheden van het dagelijks leven vormgeven. We leven in een situatie, en het lid Asabina heeft daarover ook zijn zegje gedaan, waarin armoede om zich heen grijpt, waarin mensen het moeilijk hebben, waarin mensen proberen om op elke manier aan meer geld te komen. Informele manieren met name. En dan zien we dat onderzoek aantoont dat eigenlijk die sociale determinanten belangrijker kunnen zijn voor die beïnvloeding van de gezondheid dan de zaken, de keuzes in de gezondheidszorg of de levensstijl zelf. Gokverslaving is onderdeel van een levensstijl, is een maatschappelijk vraagstuk en is een ernstige uitdaging voor iedereen, behalve degene die waarvan men zegt met zakken geld komt te zitten. Je hebt een gokverslaving wanneer het gokken dwangmatig wordt. En je kunt er dus niet aan weerstaan. En eigenlijk moeten we ook vaststellen dat een gokverslaving anders is dan een alcohol- en een nicotineverslaving. Het is een functionele verslaving die te wijten is aan een stoornis van het beloningssysteem in de hersenen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft in de avond van 10 november 2022 een overleg gehad met de Surinaamse Politiebond. Dit naar aanleiding van de acties op 8 november. De werkneerlegging is het gevolg geweest van het ontslaan van de hoofdinspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle. Het staatshoofd heeft een team ingesteld om de bond te informeren over de beweegredenen hiertoe. Volgens Gerald Tsoucharan, advocaat van de staat, wenste de SPB van de zijde van de staat geïnformeerd te worden over de argumenten voor het ontslaan van de hoofdinspecteurs. De bond heeft aangegeven dat de resoluties en ontslagbeschikkingen op ondeugdelijke gronden zijn gebaseerd en dat de informatie die gebruikt is om de heren te ontslaan niet klopt. De bond vroeg naar het bewijs waaruit blijkt dat de aanleidingen tot ontslag op waarheid berusten, stelt Tsoucharan. Derhalve heeft president Santokhi thans een team samengesteld om de SPB van de opgevraagde informatie te voorzien. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. En ik wens u een goed weekend toe. Goedenavond.